Moederdag staat voor de deur. Ja, ik zei het al, je hebt daarin nou niet het meest florissante jaar gehad. Zit er voor jou nog iets van Moederdag in dit jaar? Of? Ik blijf natuurlijk ten alle tijde moeder. Ik hoop, want ik heb weinig contact met mijn kinderen, maar ik hoop gewoon dat hun het gaan inzien. En ik heb mijn fouten toegegeven. Dus ik zal altijd hun moeder blijven. En ja, wie weet, ik ben heel snel tevreden. Maar ja, ik hou van ze, dat kan ik alleen maar zeggen. Zou Moederdag ook een dag kunnen zijn waarop je misschien zelf de stoute schoenen aantrekt en zegt, ach, weet je wat, als ze niet bij mij komen, dan ga ik naar hen toe? Ja, zeker. Tuurlijk. Ik bedoel, als het niet naar mij toe komt, dan ga ik daarheen. Ja, maar ja, goed, het ligt wel heel gevoelig.